ik ben de Bauke Bansma uit Noordwolde en ik rij hier in een Citroën AX. Dat is mijn favoriete merk Citroën. En ik heb deze auto al, die heb ik 4 jaar. Die heeft nu ondertussen 325.000 kilometer gereden. En dankzij een stelletje hele goede monteurs op de achtergrond rijd ik nog altijd voortreffelijk in dit autootje rond. Nou, ik verwacht wel dat er dus diverse dingen aan markeren. Want de auto is natuurlijk 18 jaar oud, hè, met een respectabel aantal kilometers. Dus, en ik lees vaker Autoweek en dan zie ik wel dat er auto's zijn waar soms een hele waslijst aan problemen mee is. Dus ik bereid me wel op het ergste voor. Je kijkt naar de technische tuifkeuring van de Citroën AX van Bauke Bansma. Die heeft 325.000 kilometer levenservaring. En Bauke die is er vanochtend mee vanuit het Groningse Noordwolde afgedaald naar hier in Apeldoorn. Ik zal er niet in prikken, nee. Maar ik denk dat het er daar een keer door. Ja, dat is wel. Dokter Henny, hoe is de diagnose? Nou, afgezien van de normale slijtagebeelden en de ouderdomsverschijnselen, zit er een fusee-kogel onder die eigenlijk vervangen moet worden voor de APK. Nou, de uitlaat zit een beetje roest aan. En de motor die heeft een grote olielekkage. En wat me nog meer zorgen baart, is eigenlijk de sludgevorming in het koelsysteem. Daar zit een olieachtige substantie in. Dus vermoedelijk is er ergens een lekkage in de koppakking. Nou, er moet eigenlijk een diagnose gesteld worden wat er aan de hand is. En als die reparatie gedaan is, dan kan die nog een hele tijd mee. Nou, ik ben wel zichtbaar opgelucht, kun je wel zeggen. De keuring is geweest. En nou, dit viel toch eigenlijk allemaal nog best mee. Een belangrijk punt was toch wel de rechter fusee-kogel. En waar de keurmeester Henny zich wel wat zorgen over maakte, was dat er wat olie en wat aanslag in het koelsysteem zat. En dat zou misschien een lekke koppakking kunnen zijn. Kijk, dat zijn toch wel twee dingetjes die, waar echt iets aan gebeuren moet. Want anders dan, is het straks einde verhaal met de auto.